indexatie voor elke generatie. Ja, dat is weer mooi. En wel nu. Meteen. De bedoeling is dat we een petitie gaan aanbieden, mensen. Om, we gaan een petitie aanbieden. Ja, 65 aan, 65. De commissie van de SNW. Die hebben vanmiddag een gesprek met elkaar en andere partners. Om het akkoord wat er is bereikt, om de pensioenwet te veranderen. En, maar wij zijn in ieder geval hier om die indexatie voor elkaar te krijgen, die al 13 jaar niet ingevoerd is. Waardoor pensionaten 25% of meer minder pensioengeld hebben gekregen. En, nou, daarvoor gaan we zo meteen een petitie aanbieden aan die Tweede Kamerleden, de voorzitter van die commissie. Om maar maximaal met 8 man te staan. En dat hebben we gedaan. We gaan naar binnen om een petitie aan te bieden. Dankjewel. Ja, van harte welkom. Okay, van harte. U bent van het actiecomité Stop het tekort op pensioenen en ga indexeren. U staat voor de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is een actueel onderwerp. Ik zal even de collega's heel kort voorstellen. De heer Van Kent van de SP, mevrouw Van Beukeren van D66, de heer Smals van de fractie van de VVD, de heer Leon de Jong van de fractie van de PV, mevrouw Matoeg van de fractie van GroenLinks, de heer Van Houwelingen van de fractie van FVD, mevrouw Van Den Haan van de gelijknamige fractie Den Haan, mevrouw Palland van de fractie van het CDA en de heer Nijboer van de fractie van de PvdA. Ik zou willen voorstellen u het woord te geven, zodat u uw punt kunt maken. Ik ben inderdaad Willem Meidak. Ik ben voorzitter van het actiecomité Stop het korten op pensioenen en ga indexeren. Ik heb al veel meer acties gevoerd. Ook petities aangeboden. Een aantal van jullie zijn er ook bij geweest. En, want ik ben al sinds 2015 actief als het typetje De Sjaak. En het typetje De Sjaak duidt iemand aan die hard gewerkt heeft, en dat heb ik ook 50 jaar, en het einde van zijn arbeidstijd niet heeft kunnen halen. Nou, dat heeft te maken met uiteraard RVU-heffing, hè? Want ik heb via de RVV met de WAF, het is een Duits woord, WAFF, maar wel een Nederlandse afkorting, werkgroep AOW Flexibel FNV, hebben wij een 12-puntenplan opgesteld, leidend in het ledenparlement van de FNV. Dit is trouwens geen FNV-actie, laten we dat even helder houden. Maar die 12-puntenplan is wel verwerkt in de RVU-regeling. En die, als we mevrouw Schouten mogen geloven, dan komt daar geen opvolging op. En dat zou heel erg kwalijk zijn. Dus zou u dat alsjeblieft alvast mee willen nemen in de vergadering, dat die RVU-regeling, wij vinden 45 jaar werk is genoeg, dat zou een goede vervanger zijn, maar als er wat anders komt, vinden we dat ook. Petitie stop het korten op pensioenen en ga indexeren. Wij de pensioendeelnemers in Nederland pikken het niet langer. Het comité stop het korten op pensioenen en ga indexeren biedt u deze petitie aan samen met heel veel boze deelnemers aan alle pensioenfondsen. De petitie is ondertekend door meer dan 3500 mensen. Het doel van deze petitie is om de regering, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te overtuigen dat er geen korting mogen plaatsvinden op pensioenen en er geïndexeerd moet gaan worden, zelfs met terugwerkende kracht van 13 jaar terug. Wij informeren u graag over het volgende. Denk goed na voor u begint het beste pensioenstelsel van de wereld in de prullenbak te gooien. Kijk morgen in de spiegel en besef dan dat deze boodschap de kernboodschap is die u als volksvertegenwoordiger niet voor schut zet. Wist u als regering, Tweede Kamerlid of Eerste Kamerlid dat u zich mogelijk schuldig maakt aan diefstal van ouderen en werkenden van een deel van hun uitgesteld loon? En dit is strafbaar. Realiseert u dat? Ga direct over tot de indexatie van elke generatie op alle pensioenen. Waarom? Omdat u als regering, Tweede Kamerlid en Eerste Kamerlid alles een dief bent van de staatskas. Het mislopen van inkomstenbelastingen, btw en accijnzen, etc. vanuit de extra uitgavenmogelijkheden die pensionado's hierdoor krijgen en de enorme inflatie kunnen bestrijden. Schaf de gemanipuleerde veel te lage rekenrente af en hanteert tenminste het gemiddelde rendement. Het echte rendement is immers veel hoger. Het financieel toezichtskader, wat door voormalig staatssecretaris Mark Rutte mede is ingediend, 2007 uit mijn hoofd gezegd, dat is natuurlijk gemanipuleerd. Dat is onze mening. U weet toch ook dat er reeds 13 jaar niet geïndexeerd is en er nog
minimaal 4 jaar niet geïndexeerd gaat worden. Ondanks dat valse huidige beloften van pensioenfondsen. Dat betekent dat er één hele generatie 32% is of wordt gekort op hun pensioeninkomsten. Minder koopkracht. Er zit circa 860 miljard in de pensioenbuffers. Waar jaarlijks 45 miljard aan kosten van afgaan en een jaarlijks gemiddeld circa 112 miljard binnenkomt. Het resultaat 67 miljard positief per jaar. We over 2 jaar op 2000 miljard staan. In de buffer van de pensioen als we zo doorgaan. Dit is 4 maal de staatsschuld ongeveer. Voor ons onbegrijpelijk dat het dan niet kunnen, dat de pensioenfondsen niet kunnen en mogen eigenlijk, mogen, niet mogen indexeren. Want dat is opgelegd. Wij hebben, wij hiermee zeker voor ons allen, jong of oud, elke generatie en deelnemer aan een pensioenfonds voor het leven is geborgd om een welvaartvast pensioen te ontvangen tot in de eeuwigheid. Namens het comité, stop het kort op pensioen en ga indexeren, Willem Heidakker voorzitter. En de andere 2 leden staan er ook op. Die zijn helaas vandaag niet aanwezig. Ik wil u deze in ieder geval overhandigen. Dank u wel. En ik hoop met ganse harte dat u echt eigenlijk gaat nadenken als een basisschoolleerling van groep 8. Die kan gewoon uitrekenen wat de dekkingsgraad is van de pensioenen. En het is gewoon heel simpel. We laten ons manipuleren. En wij doen dat niet, want wij komen steeds terug als dat maar door blijft. Dat is een belofte. In ieder geval bedankt voor de ontvangst van de petitie. En ik hoop ook dat u vanmiddag goed luistert, heel goed luistert naar de sprekers die er zijn voor de pauze. Want ik heb even gekeken naar de agenda. Dat gaan we doen, meneer Heidakker. Die hebben nogal wat te vertellen. Zeker, dat staat voor vanmiddag om 4:30 staat dat gepland. Ik wil u in ieder geval heel erg bedanken voor het nemen van de moeite om deze petitie aan te bieden aan de commissieleden. Ik zou willen verzoeken om het officiële gedeelte van deze petitieaanbieding te beëindigen. Er is uiteraard de mogelijkheid ook voor uw actiecomitéleden om 1-op-1 met de Kamerleden te spreken. Okay. In ieder geval van harte bedankt. Ik zou nog willen voorstellen dat we een groepsfoto maken met z'n allen. Ik denk dat het leuk is als we achter het stand doen. Oh, wel achter het stand doen. Ja. Er zijn meer dan 35. Goed, dus zoet is iedereen voor mij. Maar die is maar gaan regelen, dan wil ik het goed. Indexatie voor elke generatie. Indexatie voor elke generatie.